14,28 meter gesprongen en bewijst daarmee dat ze in vorm is. 14,31 heeft Ibargüen. Maar dit is pas een sprong hoor. Dit is de verste sprong ooit in Nederland. Bij de 14,5 meter. Goed op de balk. Haar persoonlijk record is 14,62. Dat is het net niet. Maar de nummer 4 van het wereldkampioenschap springt hier 14,56. Er staat een tweetje, maar dat klopt niet. 14,31 is de afstand waar ze voorbij gaat. Daarmee gaat ze naar de derde plaats op de wereldranglijst. Ja, daarmee is Ibargüen nu tweede geworden. Zij voert de wereldranglijst aan met 14,87. Is dus licht geblesseerd. Maar dit is haar eer te na. Kijk eens. Ja, hier haalt ze haar gram. En beslist ze toch die wedstrijd. De laatste keer dat ze verloor was op 5 augustus 2012. In de Olympische finale werd ze net geklopt en eindigde ze als tweede. Nu persen er alles uit, al klopt de aanloop niet. Het is haar 14e wedstrijd op rij, ongeslagen. En het eentje komt nu achter haar naam. 14,63. Ibargüen wint. Williams tweede met 14,56. En zo is het een mooie wedstrijd. Gewonnen door Ibargüen.